Hoi, dit is Oscar van Happy Healthy en welkom bij eigenlijk het tweede deel van Wat is het gezondst? Over de kokosolie, waarin ik het ga hebben over, is kokosolie nou gezond of niet? En moeten we niet eens gaan kijken van, wat zijn nou de gezondheidsvoordelen van de slechte kokosolie? Want ik heb al gezegd, ik beroep me weer op mijn vrijheid van meningsuiting. Dit is naar mijn idee geraffineerde rommel. Dat kun je aan allerlei kenmerken redelijk aannemelijk maken. En deze, Royal Green Amanprana, en met name de witte parel, die is het allerbeste, zijn een goede virgin kokosolie. En ik zou willen ze willen weten van, wat zijn nou eigenlijk de gezondheidsvoordelen van deze producten ten opzichte van deze producten? Want heel veel mensen vragen mij nog steeds van, ja, is het nou gezond of niet die kokosolie? Want via de media krijgen ze allemaal verschillende berichten. De ene foodblogger zegt, heel gezond, zoals ik dat zeg. En instanties zeggen weer heel vaak, nee, super ongezond. In deze video ga ik dat dus uitleggen. En ja, het is best wel complex. Dus ik kan geen videootje van 2 minuten maken waarin ik even zeg, ja, het is gezond, klaar. En ik wil dus vooral kijken naar, is er een verschil in de wetenschappelijke literatuur gemaakt tussen de copra kokosolie, wat eigenlijk dus ontdaan is van alle voedingsstoffen, en de virgin kokosolie, die nog wel heel veel voedingsstoffen heeft. Nou, allereerst, foodbloggers geven allemaal bewezen gezondheidsvoordelen van kokosolie. En er bestaat ook best wel wat literatuur erover, hè, dat het helpt bij overgewicht bijvoorbeeld, en misschien wel bij Alzheimer en nog een aantal andere welvaartsziektes. Maar de instanties zoals het Voedingscentrum en ook de American Heart Association, die zegt, kokosolie bestaat voor het grootste gedeelte uit verzadigde vetzuren. Die verhogen je LDL en dat geeft je een hogere kans op hart- en vaatziekten. Nou, het is een hele, best wel lange beredenering. En naar mij rammelt die aan alle kanten. Want je krijgt ook echt een vertroebeling van het argument. Kokosolie bestaat niet voor 100% uit verzadigde vetzuren, maar uit 86%. We kunnen die andere 14% kunnen we niet zomaar gaan negeren. Want daar zitten misschien juist precies de gezondheidsvoordelen in. Net zoals we ook niet kunnen zeggen van, nou ja, een banaan bestaat uit fruitsuikers onder andere. Fruitsuikers zijn ontzettend slecht. En, dus je moet nooit een banaan eten. Ja, dat is ook weer een vertroebeling van het argument. Verzadigde vetzuren verhogen die LDL. Nou, het verslag van de American Heart Association heeft een aantal studies gepakt met een klein effect. Maar er zijn ook een heel aantal studies die laten geen effect zien. En die hebben ze buiten beschouwing gelaten. Dus het is nogal een eenzijdig verslag, vind ik. En er staan ook nog wat irrelevante studies bij, die naar mijn idee niet zoveel te maken hebben met het onderwerp. Bijvoorbeeld dat als je leefstijl verandert, dat je dan minder kans hebt op hart- en vaatziekten. Ja, dat begrijpt iedereen denk ik wel zo'n beetje. En er zijn best wel wat studies gebruikt met Afrikaanse groene apen, dat die als die verzadigde vetzuren nemen, dat LDL verhoogt. Maar goed, dat zijn dierstudies, hè. Dus ik vind het allemaal niet heel sterk. Sowieso is dan ook de vraag van, ja, maar die inname van verzadigde vetzuren, geeft dat ook echt een hoge kans op hart- en vaatziekten? Nou, een studie uit 2010 met 350.000 deelnemers. Die hebben studies gepakt van de laatste 20 jaar of iets. En er zit geen link tussen verzadigde vetzuren en hart- en vaatziekten. Studie uit 2014, we hebben gekeken naar 650.000 deelnemers, ook geen link. Sowieso moeten we een beetje uit gaan kijken met dat cholesterol slecht is. Er zijn nog steeds heel veel mensen die denken echt dat cholesterol slecht is, terwijl cholesterol heel veel functies heeft. En er zijn zelfs studies ook, en ga maar googlen op cholesterol functies, ga je heel veel informatie vinden. Studies laten zien dat een laag cholesterol in verband staat met vroegtijdige sterfte, beroertes, hart- en vaatziekten en kanker. Dus dat cholesterol slecht is, dat verhaal moeten we helemaal wegschrappen. Dan zullen mensen zeggen, nu komen we bij het LDL-verhaal. Ja, oké, maar het LDL, dat is slecht. En dat moet zo laag mogelijk zijn. En het HDL is goed, dus dat moet zo hoog mogelijk zijn. En die ratio van die HDL en LDL, hè, HDL moet dan zo hoog mogelijk zijn en LDL zo laag mogelijk. Daar zit ik ook een beetje mijn twijfels bij, want wat we ook zien bij ouderen van boven de 60, is dat hoe lager hun LDL is, dat is deze studie, hoe groter de kans is dat ze sterven. Maar ja, cholesterol heeft ook functies. Er zit inderdaad een verband tussen LDL en hart- en vaatziekten. Dat is absoluut waar. Maar dat betekent nog niet dat het de oorzaak is van hart- en vaatziekten. De American Heart Association, die overigens wordt gesponsord, hè, door de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie, bijna alle instanties in Amerika, die zegt dat die LDL een van de belangrijkste veroorzaken, leading cause zeggen ze, van hart- en vaatziekten,
Dat is nooit aangetoond. Er zit een verband. Dat is trouwens heel belangrijk. Hè? Een goed voorbeeld is, als er in de stad heel veel brandjes zijn, dan zijn er waarschijnlijk, als het goed is, ook heel veel brandweermannen. Dus er zit sowieso een verband tussen brandweermannen en brandjes. Absoluut. Dat kan je zo aantonen. Maar dat wil niet zeggen dat brandweermannen de oorzaak zijn van de vuurtjes. Die kunnen namelijk ook het gevolg zijn die je probeert op te lossen. Dus daar is ook een heel debat over. En naar mijn idee is LDL meer het gevolg, verhoogt LDL meer het gevolg van een ongezonde leefstijl en veel ontstekingen, dan dat het de oorzaak is van hart- en vaatziekten. Het slechtste is eigenlijk als je LDL oxideert. Dat is eigenlijk het probleem. Want dan krijg je een vernauwing van de bloedvaten. En dat noemen ze arteriosclerose. En dat verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. En vooral de kleine LDL-deeltjes. Er is weer een onderverdeling ook bij LDL. De kleine LDL-deeltjes zijn gevoeliger voor de oxidatie van LDL. Wat dus tot de vernauwde bloedvaten kan leiden. Dan de grote LDL-deeltjes. Er zijn overigens nog studies laten zien dat de verzadigde vetzuren de kleine LDL-deeltjes doet verlagen en de grote LDL-deeltjes doet verhogen. Dus misschien is het zelfs voordelig bij hart- en vaatziekten. Dus allemaal heel inconsistent. Is er nu een verschil op basis van wetenschappelijke literatuur tussen copra-kokosolie, waar eigenlijk alle voedingsstoffen zo'n beetje uit zijn, en de virgin, de echt goede kokosolie? Nou, ik heb wat rattenstudies gevonden, ook niet heel betrouwbaar, maar dat waren eigenlijk de enige studies die die vergelijking maakten. En dan hadden ze een groep ratten op copra-kokosolie gezet en een groep op virgin-kokosolie. Wat zie je dan na anderhalve maand? Het HDL, dus het goede cholesterol, negatief in verband staat met hart- en vaatziekten, dus het verlaagt de kans, het verband, die is significant hoger bij de virgin kokosolie, de HDL, ten opzichte van de copra kokosolie. En het LDL is significant lager bij de virgin kokosolie, bij de ratten, ten opzichte van de copra. En dat komt volgens onderzoekers door de polyphenolen. Polyphenolen zorgen eigenlijk voor dat de LDL ook minder oxideert. Want als je LDL oxidatie wil tegengaan, hè, oxidatie, heb je antioxidanten nodig. Nou ja, polyphenolen die nog steeds in de virgin kokosolie zitten, die ze kunnen daarvoor zorgen. Maar in de copra kokosolie zitten die niet meer. En andere studies laten zien dat er ook significant meer vitamine E en vitamine A in de virgin kokosolie zit. En dat zijn ook antioxidanten. Dus ja, er zit absoluut een verschil naar mijn idee tussen de copra kokosolie en de virgin kokosolie. En de maker van de witte parel die zegt ook van, dan worden er ook medicijnen van gemaakt. Die zijn heel effectief voor mensen met Alzheimer en dementie. En wat je overhoudt qua kokosolie, waar geen voedingsstoffen meer in zitten, het is een beetje zoals vruchtensappen eigenlijk, hè, die worden nog met hoge prijzen verkocht. Dus er wordt eigenlijk aan twee kanten wordt er dan heel veel geld verdiend. Dus ik denk, kokosolie, virgin kokosolie. Je ziet ook uit studies die ook specifiek over virgin gaan en dat benoemen, dat er steeds meer bewijs komt dat het kan helpen tegen overgewicht, hoge bloeddruk, verhoogt de LDL. Hè, dus het kan je LDL verlagen. Niet zoals de instanties zeggen dat die kokosolie uit verzadigde vetzuren bestaan en dat die het LDL verhogen. Nee, goede kokosolie kan het zelfs verlagen. Dat is ook maar de vraag of dat goed is, hè? Want ik al zei, cholesterol heeft ook namelijk functies. En het kan dus ook helpen tegen Alzheimer, dementie, Parkinson, diabetes type 2. Dan hebben we echt alle grote welvaartsziektes hebben gehad. Dus is kokosolie gezond of niet? Ja, het is zeker gezond. Virgin kokosolie is naar mijn mening heel gezond. Copra kokosolie, ik weet het niet. Het zou neutraal kunnen zijn voor je gezondheid. Het zou ook gewoon slecht kunnen zijn voor je gezondheid. Ik raad in ieder geval niet aan om te eten. En in al mijn receptenboeken raad ik ook alleen maar deze kokosolie aan. Royal Green, Amanprana en de Witte Parel. Dit was deze video over kokosolie. Ik kon het niet simpeler maken of korter dan dit, want het is best wel een complex onderwerp. En er zijn heel veel meningsverschillen over. En ik hoop dat je wat geleerd hebt en tot de volgende video.